ben jullie mentale coach. En ik zal jullie vanavond mentaal sterker maken. We gaan een muur bouwen. We gaan een muur bouwen. Tussen Zevenbergen en de Kronen. Trouwens, hebben jullie Engels? Goed? Ja? Ik ben op cursus geweest, op Engels cursus. En dan kreeg de lerares vroeg op een gegeven moment in de klas, zegt in welke landen wordt er allemaal goodbye gezegd? Dus vingers omhoog, hè, vingers omhoog. Amerika, Engeland, Ierland, Australië. Zit er naast mij een Belg. Hij zegt in België. In België? Hoe kan dat nou toch? Hij zegt ja, gisteravond zeg ik tegen mijn vrouw, schuif de onderbroek maar wel opzij, want dat kan er niet goed bij. Ja. Tjaga! Ja. Maar ik specialiseerde mij dus in het dementale proces. Nou dachten veel mensen dat ik dementen behandel. Heb ik ook veel klanten in gehad. Liep erg goed, was een gouden handel. Want die demente cursisten, die bleven maar terugkomen natuurlijk. Die waren de week erop alweer vergeten dat ze cursus hadden gehad. En ik begon dan zo'n sessie van, waar zullen we het vandaag eens over hebben? Laten we het geheugen eens opfrissen. Vertel eens wat je gisteren gedaan hebt. Nou, dus dan de eerste en die zei dan, wat was de vraag? En dan zei ik van, heb ik wat gevraagd? Dat is een goede vraag. Ja, ik kan er uren aan gaan. Hé, mijn naam is Koert. Koert zonder A. Wat kan je nou? Je zit in het begin aan een Koert. Dat zeg ik ook net, hè? Ja. Hey, ik heb een dochter van 16, heb ik. Dochter van 16. Kom maar moeilijke vragen thuis. Van de week kwam ze, weet je wat ze zei? Papa, was ze travestiet? Ze vraagt van je moeder, misschien hij het weet. Ja. Ja. Ik ben getrouwd met ons Hans. 25 jaar geleden. Getrouwd met ons Hansje. Ja, die was toen al twee keer gescheiden, dus eigenlijk weer een tweede Hansje. Dus dat, Wie zit er aan te kloppen op die boom? Hier? Hey, maar toen ben ik getrouwd, 25 jaar geleden. Ik weet het nog goed, ik ging naar mijn schoolvader. Ik zeg tegen mijn schoolvader, ik kom om de muts van uw dochter. Hij zei, oh, de haar van mijn dochter. Ik zei, nee, dan blijf ik nu heel even vrijgezel. Nou, maar ik heb in het leven een goede en slechte tijden, hè. Ze waren hele slechte tijd. We hadden niet zoveel seks en dat ging allemaal niet zo goed. De serie is tegen mij wat al het kruidvat gaan. Daar hebben ze een aanbieding. Het zijn 5 verschillende soorten condooms. Met 5 verschillende soorten smaken. En 5 verschillende soorten geuren. He, de kiwi, appel, banaan, peer en nog iets. Ik weet het niet meer. Op kerst, ja. Oh, ik heb ook zo'n pakketje. Ja. Er zit een verkoopster tegen mij en moet dat thuis aandoen. En dan moet jouw vrouw laten rukken en proeven. Dan vraag je wat het is. Ik heb thuis, ik uitgelegd. Jan, zei ze, Jan. Ik zeg even, wacht, ik moet hem nog aandoen. Wacht even mee. Dat zal wel gebeuren hoor. Ja, ja. Ja, joh. Jongen, 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 jongen. Maar ja, hij heeft wel de credits, hè. We hebben helemaal last van bij ons thuis. Hop, dan komt de jurk zelf ook nog. Laatste de wandels even, hè? Ik hoor je kop, dat weet ik zeker. Kijk, ja, ik ben niet een enigste bij ons thuis, hè. Ik ben er hier net een nest van 5, dat had ik net al verteld, hè. En samen alleen maar jongens. Onze oudste, dat is een beetje de zuipen van de familie. Je had het whisky om zijn nek hangen met onze Bernhard, hè. Moet ik ook niet zo. En dan die tweede van ons, dat is de schooier van de familie. Die gaat altijd binnen de helft van de helft overal langs de deur. Dat is onze maten. Met een stapje met een hand op, een beetje te leuteren.
Ja, maar onze Niklaas, die kende, hè, dat is de middelste. En dan kom ik. En onze jongste, dat is de mooiste die we hebben. Dat is wel een heel goeie mannetje, onze jongste. Hè. Dat is echt een goeie mannetje, maar die is wel heel erg traag, hè. Oh, dankjewel, hè. Dat heb ik wel wat zorgen op zijn hand. Die is heel erg traag, onze jongste. Die is echt heel traag. Onze moeder is daar 14 maanden zwanger van geweest. Zo traag dat die was, hè. Want wij dachten, ja, halverwege, misschien dat ze wel misgekraald is of zo, maar dat was helemaal niet, hè. Maar als moeder kent ook niet heel erg goed al zien dat ze zwanger is, hè. Nee, als moeder houdt heel veel vok vast, hè. En zie je over het trottoir loopt, hè. Dan komen de buren altijd klagen dat ze last hebben van klotsen. Zoveel vok houden die last, hè. Maar die last is 14 maanden zwanger van onze jongste, hè. En dat is de traagste van de familie, daar moeten we altijd heel erg op wachten, hè. Dat is onze Juttemus. Dat is onze Juttemus. Maar ja, onze Niklaas is dan de beroemdste, want iedereen verwacht mij er ook vaak mee. Want net daar liet als een klein manneke op de gang en zei: kijk, hier zit die een blauwe Sinterklaas, die heb ik nog nooit gezien. Ik denk, manneke, ik heb er nog nooit weer gezien die nuchter is. jongen. En de koninginnedag gingen wij overal de vlaggen jatten. Gingen we de vlaggen jatten, hè, dan van de rode palmen maakte dan voor onze Niklaas een pakje. En van de witte stroken voor onze Juttemis. En de blauwe voor mij. En heb ik deze blauwe heb ik. Ik heb ook een hele mooie, dat is echt een hele mooie, een donkerblauwe heb ik. Allemaal van die gouden streepjes en zo. Dat is een hele speciale mantel. Als ik dan op stap ga, dan doe ik die donkerblauwe mantel aan. Want het is eigenlijk een beetje zo, mijn zogenaamde dekmantel, zeg maar. Een dekmantel, hè. En dan heb ik van die zwarte lakschoenen, heb ik er altijd aan, hè, kijk. En dat is wel mooi, want dat is mooi, dan ga ik met die vrouw, dan ga ik dan dansen, hè. En doe ik zo met mijn schoentjes, zo weet je wel, onder de rokken spiegelen. En dan zeg ik zo van, als ik nou rooi, we hebben kleur onderbroek tegenover. Ga je dan met mij mee naar huis? Ja, we zijn er veel wakker geworden, jongen, met mij onder de dekmantel op de dek. Ha, ene keer, hè, ja, dat moet ik even vertellen. Ene keer was ik wel geschrokken, jongen. Want er was ook zo'n taartje met een vrouw en ik was zo spiegelig. Ik zit de mes kwesten van natie gaan. Ik zeg, ik heb mijn schoen al. En er zit er gewoon nou wel een scheur in. Ik zou zeggen, tot volgend jaar.
En de groeten.